Als je in deze tijd een leven leeft waar je grotendeels van de tijd luistert naar je hoofd en je hart die iets totaal anders zegt negeert, dan, ja, wat zal ik zeggen? Dan leef je een armoedig leven terwijl je ergens 10 miljoen in een oude sok hebt liggen. Dat is de perfecte metafoor. Mensen die zichzelf door een hel op aarde laten gaan terwijl de hemel gewoon in ze ligt. Naar je hart luisteren met een mind die altijd bang is voor wat er kan gebeuren, is eng. Het is onzeker en het voelt heel onveilig. Maar als je de moed kan verzamelen en het jezelf kan toelaten om het pad van het onbekende te nemen, ga je een waanzinnig leven tegemoet. Je gaat echt leven. Een voluit geleefd leven tegemoet. En als je dat leven niet vindt, kun je altijd nog terug naar doelloos je tijd verdoen. Maar geloof me, eenmaal geproefd van de wilde stroming, wil je echt niet meer terug. In deze video deel ik met je waarom je je hart zou moeten volgen als je van plan bent een volwaardig leven te leiden. Hey mensen, mijn naam is Michael Ranji en welkom op dit kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Ik post hier dagelijks content over down-to-earth spiritualiteit en als je me hierin zou willen supporten, zou het me enorm helpen als je even op de like-knop klikt hier onder de video. En als je geen van mijn video's wilt missen, klik dan meteen op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje. Check ook even mijn SoulTribe community, waar we 2 keer per maand live Q&A's, sharing en gewoon spirituele gezelligheid en wijsheid laten plaatsvinden. Meer info, check de link in de beschrijving onder de video. Ik zie in mijn eigen proces en in veel processen van mensen met wie ik samenwerk nu dit thema. Ze beginnen steeds meer thuis te raken in het voelen van wat hun intuïtie ze vraagt. Waar hun liefdevolle hart ze naartoe probeert te fluisteren. Maar dan komt de mind in het spel. En omdat deze mind nog te veel conditionering bevat van het oude. En we weten allemaal wat er dan gebeurt. Ga maar 's morgens om 8 uur in de spits staan. En met oude bedoel ik de versie van jezelf die geconditioneerd is met beperkende troep. Waar jij aan het sleutelen bent om er een betere versie van te maken. Deze mind gaat je proberen te overtuigen waarom je het niet zou moeten doen. En om het verhaal nog erger te maken. Omdat de minds van de mensen om die personen heen ook geconditioneerd zijn met troep. Gaan die minds ook nog eens bevestigen wat hun eigen mind zegt. Ik ga voor mezelf beginnen. Oh nee, dat is gevaarlijk. Echt? Nee, dat is gevaarlijk. En wat als je ziek wordt? En je pensioen dan? En allemaal moeilijke administratie en zo. Blijf gewoon veilig in je baan. Maar ik wil gelukkig zijn. Wat? Gelukkig zijn? Dat kan niet, je tript. En ook al weten ze, voelen ze dat ze een andere richting op willen. Worden ze aan alle kanten belaagd met verhalen waarom ze het niet moeten doen. En ja, dit is ook onderdeel van tussenhaakjes de test, geloof ik. Want ik heb de test vaak gehad en vroeger vaak gezakt, later veel geslaagd. En als ik de resultaten van zakken en slagen naast elkaar hou, de resultaten die het me gaf in het leven, gebeurde er bij het zakken vrijwel niets. Ik bleef gewoon hangen in mijn bekende shitleven en bij het slagen ging de achtbaan in beweging. En ja, vertrouwen op de mind die alles netjes binnen de lijntjes doet. Of vertrouwen op het hart die kleurpaten verscheurt en vervolgens aan elkaar leunt. Wat is makkelijker? Wat niet altijd leuk was, maar wel uiteindelijk ertoe leidde dat ik vooruit ging in mijn leven. Allereerst, dit leven, of laat ik zeggen, een volwaardig leven waar je hart volgt, is niet bedoeld om veilig te zijn. Het is niet bedoeld om voorspelbaar te zijn. Het is niet de bedoeling dat het altijd maar plezier is en jij lekker achterover zit van wauw, dit is wel een droomleven. Het is bedoeld dat het een achtbaan is. Waar je momenten hebt dat je jezelf van kant wil maken. Dat is figuurlijk bedoeld, hè. Als je jezelf letterlijk van kant wil maken is het misschien een goed idee om rustig aan te doen, cowboy of cowgirl. Het is normaal dat je leven soms turbulent is en niet leuk om in te zijn. Maar het is ook normaal dat je momenten van groei ervaart waar je op je knieën gaat. En het universum dankt dat je dit mag ervaren. En dat is een leven volwaardig geleefd. En je gaat toch dood. Dus waarom niet doodgaan weten dat je hebt geleefd? In plaats van doodgaan voordat je daadwerkelijk bent doodgegaan. Een leven wat niet van zijn plek komt wanneer je je laat stoppen. Door je persoonlijke conditionering en de collectieve conditionering van de mensen en andere informatiebronnen om je heen. En dit zie ik zo vaak. En het is zo zonde, want we bezitten allemaal die connectie met het grotere. En niet iedereen zal erachter komen. Een hoop mensen zijn
gewoon verloren. Hé, ik kan niet de toekomst inkijken. Tenminste, misschien ook wel. Ik zag in ieder geval twee visioenen, waarvan één de ideale uitkomst en de andere de minst ideale. En in beide gevallen gingen er veel mensen dood. Maar ja, ik ben niet Nostradamus ofzo. Maar als je deze video kijkt of als je alleen al bezig bent met zoeken naar wat je hart probeert te zeggen, hoor jij daar niet bij. Je bezit, wij bezitten die connectie met Source. En luisteren naar Source, luisteren naar waar het ons probeert heen te sturen, is juist. Dat is gewoon zonder twijfel juist. En ja, de mind wil graag weten waarom het juist is. En dat zal het ook wel ontdekken. Wanneer je het pad volgt en je terugkijkt en ontdekt dat dat het juiste was. Maar tot die tijd dat je deze feedback hebt, tot de tijd dat je bewijsmateriaal hebt, als in de resultaten in je leven, de tastbare resultaten die je kunt zien, zoals succes in onderdelen van je leven, een goed gevoel in je lijf, innerlijke rust, betere relaties en noem maar op. En meer geld op je bankrekening is niet altijd een teken van meer connectie met Source. Laat ik daar duidelijk over zijn. Genoeg rijke mensen die spiritueel bankroet zijn. Voordat je deze resultaten daadwerkelijk zult zien, zul je door die fase heen moeten. Waar je hart zegt, ga deze kant op. Maak deze beslissing. En je hoofd zegt, echt niet. Dat is gevaarlijk. Om deze reden. En vervolgens een gedachtentrein die eindeloos doorgaat met allemaal doemscenario's. Blijf jij dit werk doen tot je 67ste? Pff, weet ik niet man. Wat moet je anders? Nou, ik voel dat het het juiste is om gewoon te kappen. En te zien wat daaruit komt. Ja, op zich zeggen wij wat. Ja. Wat is er? Hè? Nee, niks. Ik blijf wel gewoon dit werk doen. Te veel gedoe dat ontslag nemen. Terwijl, als je jezelf kan overgeven aan je hart en daarmee jezelf overgeeft aan het universum, aan Source, die, zeg eerlijk, als je ook maar een beetje vertrouwt op dat er iets groters is wat achter jou staat, het beste met jou voor heeft, dan kies je het pad van liefde, het pad van waarheid, het pad van een waar leven. Je mind zal altijd kiezen voor het pad van angst, het pad van veiligheid. Pad van ellende. Het minst ware pad, omdat deze mind is geconditioneerd om op de uitkijk te zijn voor problemen. Zeker als het maar genoeg informatie heeft verzameld over waarom de wereld een gevaarlijke plek is en waarom jij niet goed genoeg bent en waarom magie niet bestaat omdat je allerlei stomme dingen hebt geleerd op school. Dus krijg je de test. Als je het moeilijk vindt om uit je comfortzone te komen door wat je mind allemaal tegen je zegt, prachtig. Dat is precies de voorbereiding die je nodig hebt voor een waanzinnig leven. En de test zie ik als een onderdeel van Source om te kijken of je wel waardig bent om dat beste leven te leven. Want je beste leven komt niet zomaar in je schoot vallen. Zelfs als je spiritueel ontwaakt en wat spirituele kennis hebt vergaard, het universum wilt weten waar je van gemaakt bent. Sommige mensen denken dat geluk ze gewoon voorbestemd is. En dat is ergens ook zo, maar dat is niet zo. Ja, spiritualiteit en paradoxen gaan goed hand in hand. Ontwaken is slechts het begin. Maar daarna begint je bandopbouw met Source, waar je steeds meer vertrouwen gaat verdienen. Van beide zijden trouwens. Jij laat zien dat je vertrouwt en je zal terugkrijgen resultaten waardoor je nog meer gaat vertrouwen. En wat is de beste manier om vertrouwen op te bouwen? Door een relatie te starten met iets of iemand die je totaal niet kent en vervolgens deze persoon te leren kennen in zijn diepste wateren door jezelf kwetsbaar op te stellen. Je hart te openen en jezelf volledig te geven. Puur vanuit liefde. Vanuit vertrouwen. Wetende dat je mogelijk keihard gebroken kan raken. En weer vanaf nul moet starten. Je kan zeggen wat je wilt, maar liefde is niet alleen prachtig wanneer je verliefd bent. Een gebroken hart heeft ook zijn charmes. Dat kost nogal wat moed. Maar ja, als je uiteindelijk realiseert dat het allemaal niet zo echt is als dat je dacht. En dat we gewoon in een simulatie zitten die op dit moment echt aanvoelt. Dan zul je ook makkelijker jezelf in het diepe laten vallen. Ken je die scène uit de Matrix waar hij overspringt naar een ander gebouw? You have to let it all go, Neo. Fear. Doubt and disbelief. Free your mind.
bedoeling. Kun jij vertrouwen zonder enige garantie dat het universum je zal opvangen? Dus dat is een proces wat tijd kost. En het zal steeds makkelijker gaan naarmate je band met Source meer en meer intiemer wordt. Maar tot die tijd zal je moeten strijden. Ware spirituele strijd waar moed bij komt kijken. Want moed is niet een moedig persoon zijn zomaar omdat je moedig geboren bent. Maar dat is dus eigenlijk wel waar. We worden allemaal moedig geboren. Vervolgens worden we angstig gemaakt. Maar moed uitoefenen door dingen te doen waarvan je weet dat ze juist zijn, ook al voel je dat niet zo. Je voelt angst, twijfel, onrust, maar toch doe je het, omdat je ergens weet dat het juist is. Ken je die situaties waar je iets deed waar iedereen je voor gek verklaarde en je mind alle kanten op racete met redenen waarom je het niet moest doen, maar toch deed je het en het pakte allemaal goed uit of nog beter dan je verwacht had? Of je stort een ravijn in om vervolgens getraumatiseerd te raken en nooit meer te luisteren naar dat hart? Ja, ook dat was precies het juiste wat je nodig had. Ik zei toch, luisteren naar je hart is niet altijd leuk, maar wel altijd wat je nodig hebt. Het is allemaal een test van vertrouwen. Leven vanuit je hart is een waanzinnig bestaan. Ik leef ook nog niet volledig overgegeven aan wat Source van me vraagt, maar wel grotendeels en steeds meer. En hoe meer ik mezelf overgeef, hoe meer ik vertrouw, hoe meer ik laat zien dat wat mijn hart van me vraagt, ik doe. Hoe meer resultaten ik krijg, hoe dieper de emoties gevoeld kunnen worden. Zowel de mooie emoties als liefde, dankbaarheid en plezier, maar ook de pijnlijke. Hoe meer mijn leven aanvoelt als verrijkt, vol, compleet. En wat doet de moderne gezondheidszorg als we te veel emoties ervaren? Lorazepammetje, antidepressivatje, antipsychoticaatje. Emoties zijn prachtig. We moeten alleen weer leren om ermee om te gaan. Omdat dat is de maximale ervaring die we hier kunnen hebben. Een mens dat ontwaakt voor het feit dat hij of zij hier een tijdelijke ervaring heeft als spiritueel wezen en met één been in het aardse leven staat en het andere been in het spirituele. Je persoonlijkheid, je brein, je ego als dienaar, maar altijd verbonden met Source. Altijd in overgave naar Source. En dat is echt leven, voor zover dit leven echt is. Je zal niet het eerste zieltje zijn die uit het spel komt en denkt, shit, weer niet uit dat kut level gekomen. Op 21 oktober dit jaar organiseer ik samen met twee dierbaren een vijfdaagse retraite, de Direct Path. Dit exclusieve evenement is een middel om een directe ervaring te hebben van je essentie. Het bewustzijn achter je ego, persoonlijkheid, dat altijd vrij is van lijden. Een ervaring als deze is een doorbraak in je spirituele proces naar innerlijke vrede. Ervaar het onsterfelijke deel in jezelf op een directe manier. En neem dit mee in je dagelijkse leven. Een leven zonder onnodig lijden en waar je leeft vanuit je waarheid. Meer info vind je via de link die je nu in het scherm ziet of in de beschrijving onder deze video. Dus laat je niet stoppen door de mind of door andermans mind. Je weet precies wat juist is voor je. En zodra je gaat nadenken of het wel waar is wat je voelt, dan verlies je het weer. Je mind is een ster om jou te overtuigen dat het niet waar is wat je hart zegt. Maar het mooie is dat je het hele proces kunt overslaan. Kost alleen maar onnodige energie. Luister naar je hart. Dat spreekt altijd de waarheid. Hoor je dat? Mijn hart zegt dat als je op de like-knop klikt, dat ik word gezegend door het algoritme. Als je tot hier in de video bent gekomen, laat het me weten door in de comments te typen. Ik leef vanuit mijn hart. Bedankt dat je de tijd uit je dag hebt genomen om naar mijn video te kijken. Vond je hem leuk en wil je dit kanaal steunen? Klik dan even op de duim omhoog onder de video. En klik meteen op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje, zodat je geen van mijn nieuwe video's mist. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. Ik zie je in de volgende video.